Like deze video als jij een mens en geen alien bent. Dat is even de beste reden die ik bijpassend aan deze video kan bedenken om een blauw duimpje omhoog achter te laten. Mijn naam is Job, op het internet beter bekend als alienbestrijder, DutchTuber. Oké, haal dat alienbestrijder gedeeld weg en dan heb je DutchTuber en dat is de werkelijkheid. Welkom! Vandaag spelen wij, ik denk misschien wel één van mijn nieuwe favoriete hobby's. We spelen namelijk de Space Hobby, oftewel de hobby waarin wij moeten proberen om in de ruimte te overleven. En de reden dat ik deze hobby heel erg leuk ga vinden, tenminste waarom ik denk deze hobby heel erg leuk te gaan vinden, is omdat je namelijk 175 levels hebt binnen deze hobby. En er zijn checkpoints. Kijk, ik wou eigenlijk wel even graag weten of de checkpoints zouden werken. Wat je namelijk heel erg vaak ziet in hobby's die er al een tijdje bestaan. Wat oudere hobby's bijvoorbeeld, is dat de checkpoints het niet meer doen. En dat kan heel erg vervelend zijn. Met name als je bijvoorbeeld op een gegeven moment 20 levels achter elkaar niet af bent gegaan. En dan ga je een keer af en dan moet je in één keer weer bij level 1 beginnen. Niet heel erg chill. Maar hierbij is dat dus niet het geval. Yo, dit begint eigenlijk al best wel heel erg moeilijk, to be honest. Het viel me al op dat ik al bijna direct afging. Dus het is niet zo makkelijk als het eruit ziet, jongens. Er zijn dus 175 levels in totaal. En de persoon die nu het verst is met deze levels heet Kier. Dat is iets hoe je je huisdier niet kunt noemen, denk ik. Want als je hem dan probeert te roepen, dan roep je dus de hele dag. Nee, die staat bovenaan, rechtsboven in beeld. Hij staat momenteel op nummer 1. Hij is heel goed bezig, zou je wel kunnen stellen. Wij doen natuurlijk ons best om ook goed bezig te zijn. Maar dat is toch wel iets makkelijker gezegd dan gedaan. Al moet ik zeggen dat het tot nu toe redelijk goed gaat. Stel je nou eens voor, dit vind ik eigenlijk een best wel leuke vraag. Ik stel dit soort vragen elke dag aan Soraya en ze wordt er echt gek van. Dit zijn zeg maar van die vragen die letterlijk gewoon nergens op slaan en die ook totaal niet gebaseerd zijn op de realiteit van het heden. Misschien wel van de toekomst, dat moet nog blijken. Maar dan vraag ik bijvoorbeeld aan Soraya van, stel je nou eens voor, er komt morgen iemand naar ons toe en die zegt, ik heb hier Winston. Winston is een alien. En deze alien die moet vandaag een baasje vinden. Want als dat namelijk niet gebeurt, dan overleeft Winston het niet. Zou jij de alien Winston dan als beste vriend aannemen en hem verzorgen, ja of nee? Een niet gevaarlijke alien, maar belangrijk, je moet het wel voor iedereen geheim houden. Dat zou dus betekenen dat als ik Winston als beste vriend en als huisdier zou willen accepteren in Team DutchTuber, dat ik het niet mag delen in mijn vlogfilmpjes en in mijn gamevideo's. Zou ik dat volhouden? Ja of nee? Het lijkt mij heel moeilijk, maar ik zou het denk ik wel doen. En dat is misschien heel erg raar. Ik was laatst ook in het bos met Soraya. En ik zei tegen haar van, stel je nou eens voor dat jij de mogelijkheid zou hebben. Zou je dan liever heel saai in een huis willen wonen? Of zou je gewoon de allergrootste bomen ter wereld willen hebben? Met een zwembad erin, een discokamer, een bioscoop, een bowlingzaal en een manicure. Waar mensen mijn nagels lakken. En ze vond het een beetje een domme vraag. Want ja, we kwamen al snel tot de conclusie dat het niet mogelijk is om zomaar een bomen te kopen of zo. Maar het lijkt me eigenlijk best wel gek. Of gek in de zin van best wel vet om dat te doen. In Amerika heb je daadwerkelijk mensen die boomhutten bijvoorbeeld te koop aanbieden als een soort van woning. En mij lijkt het eigenlijk best wel heel erg tof. In die zin, als je een eigen huis hebt met een eigen tuin, zou je een soort van je eigen boom het kunnen maken? Het enige wat je nodig hebt is eigenlijk een boom en een hele hoop hout. En natuurlijk de kunsten en de capaciteit om iets als een boom het in elkaar te kunnen zetten. Als je DutchTuber heet en je hebt twee linkerhanden, zoals ze dat noemen. Dat je dus totaal niet handig bent met gereedschap en dingen uitmeten en uitvoeren vooral. Dan wordt dat hem waarschijnlijk niet. Maar goed, lijkt me wel leuk om een keer iemand een boom het voor mij te laten maken. Wanneer ik stop met al mijn geld uit te geven aan Robux dan tenminste. Hey, wacht, ik had het net over een alien vriendje, right? Oh, wat? Ben ik al afgegaan? Oh nee, ik ben niet afgegaan. Oh jawel, ik ben wel afgegaan. Ik had het net over een alien vriendje en ik zie dat er hier in deze hobby een shop is. Misschien is de mogelijkheid aanwezig om hier iets van een alien kracht te kopen. Ik ga het eens even checken. Yo, wat? Er zijn gewoon een soort van fast lane kaartjes. Waarmee je dus gewoon letterlijk 25 levels naar voren kunt. Dat is best wel dope. En er is ook een bepaald soort gear. Er is een unicorn. Er zijn parkour moves. Daar heb je 20 muntjes voor nodig. En muntjes kun je kopen. En die zijn niet heel erg duur. Ik ga het gewoon doen. Ik heb gewoon zojuist 25 muntjes gekocht. En daarmee kan ik dus een bepaald soort gear aanschaffen. Maar wat zijn dan bijvoorbeeld parkour moves? Wat houdt dat in?
Ik ga die speedy shoes kopen. Wacht even, heb ik dat nou echt gedaan? Yo, wat? Ik ben nu veel sneller. Hé, hey, dat is eigenlijk best wel chill. Kijk dan. Ik loop nu een stuk sneller. Wacht eens even. Jongens. Ga ik wel de goede kant op? Ik ben even aan het kijken en het lijkt alsof ik terugloop op dit moment. Ik ga terug! Wacht even, ik moet even naar beneden vallen. Of niet? Ik ging al die tijd gewoon terug, jongens. Ik had het helemaal niet door. Ik ging gewoon volslagen de verkeerde kant. Soms heb ik dat. Ik ben echt heel erg slecht. En dat heb ik vaker in filmpjes laten weten. In coördinaten en wegen. Voor alle duidelijkheid. We mogen die blauwe platformen... Ah, nee! Ik wou net zeggen. We mogen die blauwe platformen moeten we dus proberen te ontwijken. En die mogen we dus ook niet aanraken. Ligt het aan mij? Of is deze schoenmaat iets te groot voor meneer Roblox? Dit ziet er een beetje too much uit. Oké, rustig. Oké, hoe ga ik dit doen? Ja. Nice. Yes, we made it. We hebben een checkpoint te pakken, jongens. En dat betekent dat we weer verder kunnen gaan. Oké. Oké, dat is ook wel een leuke vraag die ik jullie wil stellen. Stel je nou eens voor. Er is een nieuw soort schoen ontwikkeld. Er is een nieuw soort schoen op de markt. En die schoen, die kun jij krijgen. Die mag jij uittesten als de eerste persoon op aarde. En één van de twee functies die op die schoen zitten, mag jij als eigen maken. Dus die mag jij hebben. Eén van die functies is dat je de schoenen kunt gebruiken om mee te vliegen. En de andere functie is dat je er zo snel mee kunt rennen. Ik weet niet of jullie Ben 10 kennen. Dat hij dan zeg maar kon veranderen in verschillende soorten monsters. En dan was er een monster wat zo snel kon rennen. Dat hij letterlijk over water heen kon sprinten. Dat hij zo snel ging dat hij letterlijk over water rende. Zouden jullie dan liever schoenen willen waarmee je kunt vliegen? Of zouden jullie liever schoenen willen die de kracht hebben om zo snel mee te kunnen rennen dat je bij wijze van spreken binnen 10 minuten in een ander land kunt zijn? Laat het hier beneden weten in de comments. Ik ben heel erg benieuwd. Als je nou voor de snelle schoenen gaat in plaats van voor het vliegen, hoef je in ieder geval nooit meer een achtbaan te bezoeken. Dan zijn je schoenen namelijk een soort van achtbaan. Oh, dit is toch best wel lastig, jongens. Dan zijn je schoenen... Hey, wat? Oké, wacht. Misschien moet ik het zo doen. Ja, oké, rustig. Jongens, dit is legit lastig. Je moet proberen om zeg maar de bovenkant niet aan te raken, maar ook de onderkant niet. Dus je bent zeg maar met, oh jongens, dit is echt lastig. Je bent met twee dingen tegelijk bezig. Want de onderkant van dit rek, van dit figuurtje waar je doorheen kan, moet je niet aanraken. Maar de bovenkant dus ook niet. Yes, I did it, oké, cool. In ieder geval, laat het in de comments weten. Oh nee jongens. Oh, dit ziet er heel erg gevaarlijk uit. En er is ook gewoon een UFO op de achtergrond, hè jongens. Ik hoop maar dat hij ons niet meeneemt. En als hij ons wel meeneemt, dan hoop ik naar een planeet gemaakt van koekjes en chocolademelk. Ja, dat lijkt mij een beetje raar. Nee, ik hoef geen skip te kopen. Wil je nou zeggen dat ik zo noob ben dat ik dat nodig heb? Natuurlijk niet. Hopsakeetje, we did it. We lopen over de sterren heen, letterlijk en figuurlijk. We zijn lekker bezig, kun je wel stellen. Oké, daar gaan we jongens en meisjes. We moeten nog een klein stukje en dan zijn we in ieder geval op nummer 2 in de ranglijst. Er is namelijk momenteel iemand die zit al bij level 137. Dat is dus gewoon echt bizar hoog. En er is iemand boven ons die zit op level 27. En dat zouden we op zich nog moeten kunnen inhalen. Is misschien niet heel makkelijk, maar ik denk wel dat we het kunnen. Oh nee, ik wist dat dat zou gebeuren. Je moet hier echt heel erg rustig te... Dat is niet rustig, hè, Job. Dat is alles behalve rustig. Je moet hier echt heel rustig te werk gaan. Want als je niet goed uitkijkt, dan val je dus gewoon naar beneden. Eigenlijk wil ik nog wel een van die speciale moves in de shop kopen. Lijkt me best wel leuk om te doen. Oh yeah, we did it. Oh nee, jongens. Oh nee, jongens. Oké, rustig. Nee! Ik moet gewoon echt proberen rustig te blijven. Hoe sneller je iets probeert, hoe moeilijker het vaak wordt om het voor elkaar te krijgen. Dit bedoel ik. Je moet echt met alle nuance en alle geduld van dien, moet je proberen om iets voor elkaar te krijgen. Want anders gaat het fout. En alsnog is het op dit moment gelukt. Oh, ben je echt serieus? Ik dacht juist dat je niet op die ringen terecht mocht komen. Maar schijnbaar is het juist een manier om het te passeren. Nou ja, in ieder geval, ik weet niet hoe ver we nu al zijn. Maar we zijn geloof ik al een flinke tijd bezig. We hebben het in ieder geval goed gedaan. Het lijkt me eigenlijk best wel vet om gewoon een keer een andere soort planeet te bezoeken. Holy moly, hoe dope zou dat zijn? Gewoon dat jij de enige bent die kan zeggen dat je op een andere planeet dan de aarde bent geweest. Of nou ja, kijk, als je naar de maan gaat, zijn er wel meer mensen die dat kunnen zeggen natuurlijk. Dat snap ik. Maar ik heb het bijvoorbeeld echt over een planeet waar niemand anders ooit is geweest. Stel, oké, weet je, dat vind ik nog één laatste leuke vraag. Ik stel jullie geloof ik echt veel te veel vragen. Misschien moet ik er geen vraag van maken. Maar misschien moet ik gewoon een vraag stellen die ik alleen zelf beantwoord. Want anders moeten jullie gewoon echt 100 comments achterlaten of zo. Mijn vraag was namelijk, stel je nou eens voor. Jij zou een eigen planeet
mogen maken. Gewoon je eigen, volledig, jij bent eigenaar-achtige, als dat een Nederlandse zin is, planeet. Wat voor soort planeet zou jij dan ontwikkelen? Een planeet, echt elke planeet is mogelijk. Hè? Een planeet gemaakt van Lego zou mogelijk zijn. Een planeet gemaakt van V-Bucks, Robux of Habbo Credits. Stel voor je zou een planeet hebben en er zouden mensen op wonen op een gegeven moment. Want het is een hele populaire planeet, iedereen wil er natuurlijk naartoe. Alleen de euro is daar niet van toepassing. Je moet een ander soort betaalmiddel hebben dan de euro. Voor wat voor soort betaalmiddel zou jij dan gaan? Voor Robux? V-Bucks? Habbo Credits? Chocoladekoekjes, noedels, schelpen, noem het allemaal op. Ik ben heel erg benieuwd, laat het weten in de comments. Yo, ik lijk wel op een of andere Roblox-god als je zo naar me kijkt. Ik weet niet wat er aan de hand is, jongens. Ik denk dat ik even skip stage moet doen. Oh, nice. Ik viel gewoon heel erg lang naar beneden. Dat is een beetje waar het op neerkomt, I guess. Oh, nee, ik heb iets fout gedaan. Oké, skip stage. Let's go. Oh my gosh. Wat? Dit is gewoon doorzichtig. Ik kan er bijna niet doorzien waar ik naartoe spring. Dit is wel echt super creepy. Als ze dit in het echt zouden hebben. Gewoon een enorme brug waar je gewoon doorheen kunt kijken. Alsof er letterlijk gewoon niks is waar je overheen loopt. Alsof je over de lucht heen loopt. Ik denk dat heel veel mensen er dan niet op zouden durven, to be honest. Ga me alsjeblieft niet vertellen dat je door sommigen heen kunt vallen. Ja, oké. Okay, nice. Je kunt niet door sommigen heen vallen. Dat is best wel chill. En hier kun je gewoon overheen lopen. Dat is denk ik niet al te lastig. Ik heb al zoveel Roblox-obbies gespeeld, dat ik vaak van tevoren ongeveer al weet wat inhoudt. Dus wat zeg maar, wat betekent. Ik zag hier bijvoorbeeld al gelijk dat je er overheen moest lopen. En dat het niet iets was waar je bijvoorbeeld niet overheen mocht lopen. Dus dat is nice. Ik ben een echte Roblox-deskundige aan het worden, zou je wel kunnen stellen. We zijn hartstikke goed bezig, jongens. Laten we dit even voor de laatste stage doen voor deze video. Ja, ik wou zeggen, laten we dit als laatste stage aannemen. Toen ging het fout. Als jullie nou een deel 2 willen waarin ik ga proberen om deze volledige obby af te maken, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Abonneren kan hier beneden onderaan de video. Laat in de comments weten hoe jij jouw eigen planeet zou noemen. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Bedankt voor het kijken en ik zeg adios.